Anoniem, dan weet ik altijd nooit wie dat is. Anoniem, wie is dit? Dat je elkaar niet aan kan raken en een kusje kan geven en elkaar echt recht in de ogen aankijken van is het gemeen? Dat is nou net wat deze periode zo kut maakt. Je hebt geen controle, je weet niet wanneer het over is. Je weet toch, bij Groundhog Day, dan zit die vast in een soort time loop. Dus elke dag gaat de dag voorbij en dan 's ochtends wordt hij wakker en dan is het dezelfde dag. Dus alles gebeurt precies hetzelfde. Zo, daar weet ik op een gegeven moment wel helemaal fucking loco van. Toen ik de diagnose kreeg dat ik AIDS had, dacht ik, ik ga dood. Ja, maar dat wist ik gisteren ook al, dat ik dood ging. Het was alleen, nu wist ik waaraan ik mogelijk dood zou kunnen gaan. Maar het veranderde in feite niks. Mijn moeder werkt in de gehandicaptenzorg. Zij zijn volledig gestuurd op routine. En die heeft de afgelopen 3 maanden elke dag tegen deze mensen moeten zeggen, dat mag niet. Mijn moeder komt met een blauw oog thuis. Mijn opa die had me een bericht gestuurd. Dat vond ik wel heel mooi. Ik werd geboren in 1940 en toen kwam er 5 jaar oorlog. Misschien leef ik de laatste 5 jaar ook in oorlogstijd. Maar dit is ook het moment om de wereld, de samenleving beter te maken. Good luck, liefs. Ja, ik geloof echt wel dat we in een wereld leefde die niet houdbaar was. Op geen enkel vlak. Het is altijd meer, meer, meer. En daar deed ik zelf donders goed aan mee. Daar deed ik zelf heel erg aan mee. Het was een fascinerend visioen. Ik denk dat ik deze crisis anders heb beleefd dan anderen, omdat ik zelf ook wel vanaf een jonge leeftijd bewust heb moeten worden van ook mijn positie in de maatschappij als een zwart queer persoon. Daardoor heb ik me ook heel erg moeten verzetten daartegen. Meer en meer zie ik dat we groeien in ons empathisch vermogen. De band met mijn familie wordt ook beter eigenlijk. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht van hoeveel ik eigenlijk van mijn ouders hou. En ik besef ook gewoon dat ik gewoon wat meer aan mezelf en aan mijn naasten moet denken. Nou, ik heb vorige week al een drive-in concert gedaan. Ik vond het een hele gekke ervaring eigenlijk. Want het was natuurlijk heel anders dan wat ik gewend ben. Ik realiseer me nu ook dat het belangrijk is om in het moment te leven. Ik heb natuurlijk 82, 83 meegemaakt toen de AIDS, de HIV er in één keer was. Waar in die tijd eigenlijk helemaal niemand ene fuck om gaf. Totdat er eindelijk een paar hetero-slachtoffers vielen. Dat ze, hey shit, nu kunnen wij dit nu ook krijgen. En nu hebben we ontzettend veel haast, omdat het geen kleur heeft en geen ras heeft en geen oordeel heeft.
soms moet er iets extreems gebeuren om progressie te kunnen boeken. Ja, voor mij is het allerbelangrijkste dat deze periode van corona, dat het een periode is geweest waarin we geforceerd hebben moeten denken vanuit wij en niet vanuit ik. Dit overstijgt zeg maar alles waar ik over loop te zeuren als ik zeg, het moet een winkelwagen pakken in de overheid, zou ik maar één boodschap doen. Het leuke van als je dit soort dingen meemaakt, dat je weer iets nieuws vindt, wat je dan eruit trekt of uit je sleur trekt. Jij bent de overwinning op de dood. Jij bent degene die de herinnering aan levend houdt. Dat ben jij. En eigenlijk zijn wij veroordeeld tot optimisme. Laat een bericht achter, dan ben ik je snel over terug.